je ne fais plus de mal. De wedstrijd. Ja. Ontzettend veel energie erin gestopt. Alleen niet gelukkig in het afronden met de goals, maar voor het beste prima wedstrijd. Ja. Hoe kijk jij erop terug? Ja, ik denk met het hele team was het veel energie. En dat hebben we van tevoren ook afgesproken. Van die nul is heilig. En als wij eenmaal op 1-0 voorkomen, dan komen we in ons spel. Dus ja, ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Ten opzichte van de vorige wedstrijd heb ik het over de laatste competitiewedstrijd. Er zat er niet echt heel veel energie en beleving in. Ja. En dat zag je vandaag helemaal volledig terug. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat we daar de hele tijd op gehamerd hebben. Dat we, weet je, het zit op dit moment, ik weet niet of het niet mee zit, maar de resultaten zitten in ieder geval niet mee. En dan ga je eigenlijk gewoon terug naar de basis. En dan begin je eerst met keihard werken. En training ook. Voetballen kunnen we allemaal wel, dus daar ligt het niet aan. We moeten gewoon keihard werken en omschakelen. En ik denk dat iedereen dat goed heeft gedaan. Zeker was ook wel aanwezig daar. Iedereen in Milan die viel zeker op en een compliment naar hem, man of the match. Volgende week gaan we naar THVV. Met zoveel energie en zoveel beleving moet dat gaan lukken. Ja, ja, ik ben daar wel van overtuigd. Maar met ons team ben ik dat eigenlijk elke week. Dus we moeten het gewoon laten zien en niet zoveel babbelen. En dan volgens mij komt het dan helemaal goed. Goed om te horen, dankjewel. John, van harte gefeliciteerd met de overwinning. Eindelijk weer. Ja. Ik zei net, er is je heel veel energie erin gestoken en heel veel beleving. En ja, je wint met 2-0, maar gezien het spelbeeld had het volgens mij veel en veel meer moeten zijn. Nee, zeker. Maar het belangrijkste was vandaag dat we eindelijk weer 3 punten hebben gepakt. Dat hadden we ook echt even nodig. Een aantal wedstrijden gehad waarin we wat moeite hadden met de compactheid van de tegenstander. Maar nu na rust maakt gelukkig snel 2 goals en dan zie je dat het eigenlijk gespeeld is. En dan moet je inderdaad jezelf meer belonen. Maar goed, dat gaat wel komen, maar die 3 punten zijn nu het belangrijkste. Eindelijk weer een lach op onze gezichten, dat mag ik toch wel zeggen. Een hoop kritiek gehad dat we verloren en ja, er moet van alles gebeuren volgens de omstanders die nooit bij UVS komen. Nou, daar hebben we maling aan. Wij volgen ons pad en we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Ja, zeker. We zijn net in paniek geraakt. Alleen de resultaten vielen tegen. Maar we zijn ergens mee bezig. De energie is goed. De groep is gretig. En dan komen de resultaten vanzelf. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. We gaan lekker verder bouwen. En laten we het plezier behouden wat we vandaag terug hebben gevonden met de energie. En dan moet het helemaal goed komen. Zeker weten. Gaan we doen.